Bon dia, bon dia. Ik ben moe. Ja, Mark is weer de joker vandaag. Ik ben een beetje moe. Maar het is eventjes over 7, 10 over 7 om precies te zijn. We staan in de file. Want allemaal mensen die sluiproutes nemen. En we zijn onderweg naar de ranch natuurlijk. We hebben vandaag een tour met één mevrouw. Dus die gaan we straks ophalen. Het heeft vannacht weer een beetje geregend. Dus het is een beetje donkere lucht. Maar hopelijk gaan we het wel droog houden vandaag. Ik heb geen zin om weer nat te regenen zoals gisteren. Het was niet zo leuk, een bui op mijn kop. Maar ik ga dan eerst eventjes mijn appeltje eten. Nog steeds geen banaan natuurlijk ook. Dus dan maar weer een appeltje. Tot zo! Kijk dan, regen jongens. Regen met de zon erdoorheen. Ik dacht net dat het rood was. Ik ben wel zeer een tikje aan het steken, maar het is blijkbaar toch regen. Nou, misschien is het zo meteen wel weer droog. Als ik moet rijden. We hebben een regenboog, maar ik weet niet of je het kan zien zo op beeld. Hij is niet zo heel helder. Maar helemaal rond. Ik heb nu eerst eventjes de Pasofino's in de bak gezet. Normaal gaan Tigretto en Blaze er ook bij. Maar omdat het zo nat is, allemaal plassen staan er ook. Doe ik dat even niet, want die gaan er echt lang uit inleggen en splashen en zo. Dus dan hebben we weer wat te schroeven. En bij deze valt het nog wel mee. En met name Tigretto, die gaat er echt lang uit inleggen. Dus daar wordt Famke niet blij van als ze dan vanmiddag komt en dan moet poetsen. 10:08 en we zijn klaar met uitmesten en voeren. Die kleintjes zijn alleen nog in de bak, die moet ik zo meteen even uithalen. Ook even eten geven. Poco heb ik al gepoetst, ik moet alleen mijn blonde nu nog poetsen zo. Nou, we gaan eerst natuurlijk eventjes wat drinken, want ik loop alweer helemaal leeg. En Mark ook. Hé Markje? Daar gaat Markje, die gaat eventjes Laura ophalen, onze gast voor vandaag. Doei! Zo, dan ga ik maar eens eventjes blondie poetsen. En Poco opzadelen. En vlekje pesten. Vlekje. Zo, even blondie poetsen. Borsteltjes. Hey blondie. Zo, 9:15. Blondie staat er klaar voor. Poker staat er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. Ik ga nog even een slokje drinken. En dan zal Mark zo wel terugkomen met mevrouw Laura. En dan gaan we lekker een stukje rijden. Weer hetzelfde ritje. Ik ben een beetje moe vandaag. Ik ben niet uitgeslapen. Dat is misschien ook wel aan te zien. Hè? Ik zou wel weer wallen hebben. Ik heb het eigenlijk nog niet gekeken. Ik kijk ook expres niet in mijn schermpje, want dan schrik ik helemaal. Dus ik kijk gewoon, ik heb mijn schermpje naar beneden zitten. Maar ik ben moe. Mijn vlek is altijd moe. Hè vlek? Ik ben inmiddels alweer bij de flamingo's. En achter me zie je Laura rijden op Blondie. En ik zit op Poco vandaag. Daar is Poco en daar zijn de flamingo's. Achter ons. Het regent een klein beetje, maar niet zoveel. Het is nog aardig zonnig. Dus we hebben goede hoop. Facebook, we do have Twitter, Instagram. You guys on the island, you don't have TripAdvisor. Yelp, yeah, do you? No, Yelp you don't use here, no. We do have TripAdvisor for that. I'll do TripAdvisor. I can't believe that. I think Yelp is only in the US. Yeah. Hi Blondie? You're looking so sweet, Blondie. I think you want your stall back again. Can you take a picture with me? Up front. So the tour zit er weer op. We gaan eventjes mevrouw weer brengen. En dan we hebben een samen tour gereden, heel aardig vanuit New York. En we gaan hem nu even thuis brengen. Thank you. You're welcome. We hebben Laura weer teruggebracht naar huis. Ze was helemaal blij. Een hele leuke, aardige vrouw vanuit New York. Was hier gekomen omdat ze geld had in huis van iemand anders. Dus die andere mevrouw die zit nu voor 2 weken in New York. Een handige manier voor vakantie vieren, denk ik. Dat zei ze zelf ook. Dan kom je nog eens ergens.
het was hartstikke leuk. We gaan nu even naar huis om te eten. Siesta, je kent het wel. Inmiddels. En dan gaan we vanmiddag ga ik nog een keer rijden met Pamke een toertje doen. Dus ik zie jullie straks weer. Zo, het is 4:30. We zitten weer in de auto onderweg naar de ruimte. Het is inmiddels mooi zonnig geworden. Blauw, strak blauwe lucht. Zoals het hoort. Zoals het hoort te Bonaire natuurlijk. We hebben een lekker muziekje op de radio, maar wie zei dat dat was? Ik weet het niet. Wie is dit? Vertel maar wie dit is. Wie het weet mag het ons doen. Ja, wie het weet mag zet maar even hier beneden. En ik ga nu zo meteen op Famke weer. En dan gaan we even buiten rijden. Ik denk dat ik gewoon een tang nog meeneem. En Famke gaat natuurlijk op die retto. Dus we gaan even vieze voeten halen. Het is allemaal nog nat van de regen van gisteren. Maar dat maakt niet uit. Het komt wel goed. Mijn broer zei trouwens dat hij allicht in maart gaat komen. Dat tickets zo goedkoop zijn. Ja. Hij zei van, zijn jullie dan daar? Ik zeg nou... Ja, we zitten hier, ja, dus hij gaat waarschijnlijk in, hij ging straks kijken voor tickets, dus als het goed komt, dan komt hij in maart weer. En dan zal hij wel samen met Loes komen, zijn vriendin, dus dat is wel weer gezellig, toch? Van Karel hebben sowieso aanbieding aan het begin volgend jaar. Ik zag het ook, ja, volgens mij vanaf januari tot februari, of januari tot maart of zoiets, weet ik niet, maar goedkope tickets, ja. Dus als je dit naar zit te kijken en je denkt van goh, ik wil ook wel zwemmen met die paard, ik wil ook wel zo lekker naar Bonaire toe, moet je nu boeken. Goedkope tickets bij de KLM. Ik was er even wat buiten gezet. Sommige en Sueno staan lekker in de plassen te lurken. Maar ik welkom ter aanlopen. Die wil ook meedoen natuurlijk. Plassen zijn altijd zo interessant. Oh, oh, oh. En Sofietje staat daar in haar eentje. Die heeft ook een mooie vlek. Ik koop nooit een wit paard, maar ja, kijk ze nou eens staan, hoe schattig. Die gaat lekker laag over, moet je kijken. Dat is de KLM. Wauw, een rare aanvliegroute ook, hè? Ja. Komt die aan, ja toch? Denk het wel, ja. Ik ben even Blaze aan het poetsen. Ik heb net zijn manen geknipt. Weer netjes recht. Maar ik twijfel of ik op hem ga rijden of dat ik toch Tango neem. Een lady staat daar. En Famke is daar met Tigretto. Famke zat in de houding. Oh nee, even knuffelen met Tigretto. Maar ik twijfel nog. Wat is de houding? Dat je zo kaarsrecht staat. Zo hop. Hakjes tegen elkaar. Nee, je moet mooi kijken. Mooi kijken, Tigretto. Ja, Famke in de houding. Hopsakee. Oh, lief hè. Knuffel, knuffel. Zo, toch besloten maar op Blaze te gaan rijden. Hij staat al opgezadeld. Blaze nog even zijn hoofdstel. Famke is ook bijna klaar. En ik ga even een cap opzetten. Ja, je hoort het goed. Ik ga even een cap opzetten. Want Blaze buiten vertrouw ik nog niet helemaal. Dus dat lijkt me dan toch even verstandig. Wow, dit ging goed. Dit is Blaze voor mij. Van een lange nek, hè. Oortjes erop, hij vindt het dan wel een beetje spannend om buiten te lopen. Maar gelukkig is de grote vriend Tigretto erbij. Dat helpt wel een beetje. Dan durft hij toch wat meer. Maar hij vindt het nog een beetje spannend. Maar ik loop wel met lang teugeltje, dus dat gaat op zich goed. Nou, dit is Blaze voor het eerst in het water. Hij is nog nooit in het water geweest. Ik denk, we gaan het gewoon even proberen. En hij vindt het lekker hoor. Lekkere Blaze. En we rijden nog steeds. Blaze is weer redelijk ontspannen na het water. Kijkt een beetje om zich heen. En Famke rijdt voor me. Even niet wat je te doen. Het was een lekker ritje met Blaze en Tigretto. Maar vooral met Blaze. Hij was, vond het wel een beetje spannend, maar voor de rest was hij eigenlijk hartstikke braaf. En hij zat nu lekker te eten weer. Hé Blaze, zit je lekker te eten? Hoi! We zitten weer in de auto. We gaan even Famke wegbrengen. Dan gaan we nog even van de trail even bananen halen. Het is natuurlijk slot weer donderdag. Dat was goed, we zijn nu
weer bananen aangekomen en eventjes yoghurt. En dat was het. Heb jij nog mensen? Overdenken. Mark gaat er wel over denken. Chocola misschien. Nee, ja, heel veel chocola. En ook voor banaantjes. Wat is het leven zonder een banaan? Jij lacht erom, maar ik eet altijd bananen 's ochtends, maar... Zonder bananen dus moet ik alleen op donderdag aan, dus dan heb ik dat een probleem. Ja, allemaal over nadenken. Moet je allemaal over nadenken hier op Bonaire. Wanneer komen de bananen aan? Ik ga van de twil banaantjes halen. Hi! Jee, we hebben banaantjes. Nou, het is gelukt hoor met de banaantjes. Daar en daar. En geen komkommers en geen yoghurt. Het was echt weer schaars in de winkel, dat hebben we soms. Ik denk zelfs een briefje dat het kwam door de containers die hier aangekomen waren. Maar ja, en ook wel banaantjes, dus ik ben weer blij voor vandaag. En ik ga dan ook de vlog bij deze afsluiten. Dus weer heel erg bedankt voor het kijken. Even abonneren natuurlijk. Weer eventjes een duimpje omhoog, altijd leuk. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!